Het is maandagavond, het is tweede paasdag, het is 1 april en nee, het is geen grap, wij zijn er gewoon weer, want we bereiden ons voor op weer een nieuwe volle week voetbal voor NEC. Want ze mogen morgen nog een keer in actie komen en ook volgende week zondag, ja, misschien wel een van de belangrijkste wedstrijden van het jaar. Maar dan staat de derby op het programma tegen Vitesse. Nou, we gaan vandaag vooruit blikken op beide wedstrijden. En we gaan natuurlijk ook eventjes terugblikken op afgelopen zaterdag. Want mijn god, wat was het heerlijk. Wat was het fijn. Wat was de sfeer geweldig. En moeten we daar zeker nog even over terug, op terugblikken. Of niet? Nick Rokers, want jij zit in de studio vandaag. Jij was ook, net als ik heb ook niks op tweede paasdag. Nee. Ik heb geen paasdiner. Nee, geen familie, nee, vrienden, dus, helemaal niks. We hebben elkaar. Wij zitten hier aan de paaseitjes. Ja, lekker man. Laten we maar gelijk even. Trouwens, we gaan straks even bellen ook met L1. Dan gaan we het hebben over Fortuna. Gaan we doen met Falco Kremers. En we gaan even bellen met Jan Sommerdijk van de Omroep Gelderland over Vitesse natuurlijk. Ja. Want ja, er is heel veel gebeurd. Dus ik ben ook even een beetje benieuwd inderdaad wat de kant van dat verhaal gaat zijn. Maar eerst maar even naar afgelopen zaterdag. Nou ja, wij zaten beide in het stadion. Ja. En ik moet zeggen, ik kreeg meerdere keren kippenvel gewoon van de sfeer. Ja, geweldig. Het was ongelooflijk. Het was een zo'n avond waar je eigenlijk sinds de promotie al een beetje tegenaan hikt. Hè. Je moet een keer zo'n top 3 ploeg pakken. En dan heb je wel eens een puntje tegen Ajax en Feyenoord gepakt en ook uit. En dan, ja, PSV, dat lukte niet. Nou, ik heb de vorige podcast nog lopen oreren dat we nooit winnen van PSV. Dan zie je maar weer de statistieken eigenlijk helemaal niks zeggen. Nee, elke keer als je denkt van, we kunnen ze pakken, dan pakken we ze meestal niet. Nee, ja, nee. En nu dachten we van, nou, we kunnen ze niet pakken. Ja, maar ik had dat wel gelijk in de wedstrijd al. Ik vond PSV wel wat slordig. Nou ja, wat Peter Bos na afloop zei van dat Houten en arrogant, was ik er niet helemaal mee eens. Ik vond NEC vooral heel erg goed. En ik had al gelijk iets van, oh, hier kan wel eens wat gebeuren. En ik moet even terugdenken aan die kans van Sano, die dan op een gegeven moment 3-2 komt. En dan wil hij hem voor mij op baas geven. Ja, de eerste keer was op baas. Ja, en dan kwam hij niet helemaal niet goed uit. Maar toen had ik wel iets van, nou, hier zit wat in. Ja, dan kom je 0-1 achter. En wat ik wel grappig vond, is dat iedereen om me heen zei, klaar, dat was hem. dit wordt niks meer. En eerlijk is eerlijk, PSV kreeg daarna wel veel grip op de wedstrijd. En toen had ik wel dat ik dacht, nou, die moet ik er nog maar eens zien. En dan word je een beetje het zadel geholpen met die penalty. Ja, nou, ik vond eigenlijk, ik vond ze zeker sterk beginnen, NEC. Ja. Want je had twee keer een kans. Sano had hem één keer op baas en één keer op Robert kunnen geven. Ja, ja, ja. Beide keren doet hij dat dan weer niet. Dus dat vond ik wel jammer. Dat is ook wel weer wennen volgens hem aan nummer 10 positie spelen. Hè? Ja, dus, hij is toch beter op de 8, denk ik. Maar goed, hij speelde een prima pot hoor. Daar gaat de rest niet om. Maar die twee, toen dacht ik al wel zelf, nou ja, je krijgt wel mogelijkheden als je dit soort kansen krijgt. Toen kwam je inderdaad die 1-0 of die 0-1 van PSV. Ja, ook alweer een kluts. Hè? Het gebeurde aan de kant waar ik zat. Dus precies op. Ik denk, jongen, uit zo'n kluts. Weet je, hij valt ook precies voor zijn voeten. En dat vond ik eigenlijk allemaal. Want hoeveel echt uitgespeelde kansen heeft PSV nu gehad? Ja, niet zo heel veel. Op een gegeven moment hadden ze wel het begin gelijk Bakayoko die net naschoot. Dat was wel even dat ik dacht, oei. Ja. En voor mij daarna Lozano nog met een kopkans die rakelings naast. Maar verder heeft NEC niet heel veel weggegeven. Nee. Ja, wat ik zei, op een gegeven moment werd het een beetje zo'n wedstrijd dat ik PSV, die wilde volgens mij niet echt meer. En NEC lukt het even niet. Ja, dan krijg je zo'n penalty, zo'n momentje waar Hoedemakers eigenlijk die bal gewoon binnen moet schieten daarvoor. Hè? Want dat is echt een enorme kans die daar gewoon mist. Ja. Maar ja, goed, dan krijg je die penalty, kom je op 1-1, lekker voor rust. Ja, eigenlijk die tweede helft, dan zet je echt op een soort roest. Maar jij zei, ik vond PSV de eerste, ik vond wel dat op een gegeven moment NEC wel weer meer grip in die eerste helft. Ik denk, oké, je krijgt nu weer zo'n moment. Ook die kopjes, weet je wel. Dan denk je, ja, 1-0 achter, dan gaan we alweer, weet je. Ja. Maar ik vond toch wel dat ze op een gegeven moment toch wel weer het ritme kregen NEC. Ja, maar je houdt jezelf in de wedstrijd. En daaruit ook die kansen krijgt met die penalty. Hè? Dus ik vond ze toen alweer wel wat sterker. Ja, maar je houdt jezelf ook in de wedstrijd. Omdat je niet die 0-2 tegenkrijgt en ook niet heel veel kansen meer tegenkrijgt. Dus PSV, had ik het gevoel, had ook niet echt het geloof van weggaan. Hier even overheen walsen. Ja, 1-1 kom je dan door Schöne. Ook leuk dat hij trouwens weer een keer scoort. En dan in die rust gaat het al een beetje van, nou, hè, het kan, het zou kunnen. Ja, dan op een gegeven moment, wat is het, 2 minuten de tweede helft? 2-1 van Sano. Ja, gelijk die 2-1. Ja, dat is waanzinnig. Dat is perfect eigenlijk. En dan
dan gaat het helemaal spoken. En volgens mij... 10 minuten later was het al 3-1. Ja, dat is ook voor mij de enige 2-3 kansen die NEC heeft gehad in de tweede helft. Voor mij, daartussen. Nou, daar ben ik er niet helemaal mee eens. Nee, we komen nog trekken over een paar 2 kansen waarbij mezelf ja, zei van... Die, je had ook 4-1, 5-1 kunnen. Ik had er al in meegerekend. Ja, daartussen vond ik tussen de 2 en de 3 van de PSV ook niet echt geweldig. En dan eigenlijk pas bij de 3-1 had ik wel iets van... Dit moest me een beetje denken aan Twente... Dat je ook 3-1 voorkwam tegen zo'n goede ploeg. Ja, ik was bang dat ze hem dan ook gingen weggeven. Maar ja, ik heb geen moment gedacht. Alleen even bij dat penalty moment met Luc de Jong. Die hem dan miste. En Jasper die de penalty houdt. Toen dacht ik wel even van, nou, ik moet het nog maar zien. Maar ja, toen hij hem hield. Toen had ik wel zoiets van, nee, dit gaan we niet weer weggeven. Ja, en dan komen we op die kans waar jij net even op doelde. Van Silla. Silla zo. Want ik denk, iedereen werd al helemaal gek in het stadion. Silla zijn penalty gehouden, 3-1. En dan gaat Silla zo 1-1. Ja, toen dacht ik... Ik dacht ook van, oké, dan gooi je hem ook in het slot. Weet je, dat is wel lekker. Want we hadden inderdaad nog... We zaten tegen de blessuretijd al aan. Ja. Dus ik had ook niet echt verwacht nog dat we hem gingen verliezen. Maar goed. Ik heb met Silla zo na de wedstrijd gesproken. Natuurlijk ook omdat, ja... Ik zei het ook in de NEC-update. Hij heeft van kleins af aan al gedroomd... om dat doelpunt te maken in de Goffert voor zijn NEC. Hij heeft een keer gescoord in het shirt toen van Go Ahead. Dus die telt niet. Uit heeft hij natuurlijk gescoord bij Volendam. Ja, maar ja, nu in de Goffert op zo'n moment. Ja, dat is geweldig. Luister even mee naar het en kijk even mee naar zijn interview. Ja, Silla, daar was hij dan. Het doelpunt in de Goffert. Yes. En wat voor moment? Ja, ja. Nee, ik weet niet wat ik moet zeggen. Blijf dromen, blijf hard werken en dan valt hij de goede kant op. Daar ben ik heel van overtuigd. En vandaag was het zover. Wat spelen jullie van pot, zeg? Nee, ik denk dat iedereen gewoon ziet waar NEC dit jaar mee bezig is. En wat ik vooral vandaag zo speciaal vind, is natuurlijk tegen de kop lopen. Maar we missen een aantal echte vaste basiskrachten in ons team. En hoe de andere jongens dat opvullen vandaag vind ik goed. En zegt denk ik wel over het team waar we toe bereid zijn. Dan moet ik ook nog wel even terug naar het moment dat je de wedstrijd in het slot kan gooien. Wat deed je? Volgens mij deed ik heel veel tegelijk en heel veel dingen niet. Wat dacht je? Wat ging er in je hoofd toen om? Ik wilde hem eerst slepen. Maar ik zag dat de keeper de ene kant op ging. Dus ik wilde de andere kant. En tijdens de sprint, ik heb denk ik nog nooit in mijn leven kramp gehad. In mijn kuit. Maar hij sprong er opeens in. En ik wil wellicht dat het met Ramadan te maken heeft dat ik die laatste paar minuutjes op mijn tandvlees liep. Ja, het maakt gelukkig niet uit. Jullie winnen hier met 3-1 van de koploper. En delen de eerste nederlaag toe aan PSV. Dat moet een heerlijke opsteker zijn zo in deze periode. Klopt. Nee, tegen Utrecht twee weken geleden baden we natuurlijk. Directe concurrent van ons die punten pakt tegen ons. En nu het lekker is, we kunnen nu lekker achterover hangen dit weekend en kijken wat de concurrenten gaan doen. En ja, ongetwijfeld dat ergens punten gaan laten liggen. Dus ik denk dat onze concurrenten naar deze wedstrijd kijken met de intentie van die gaan ze waarschijnlijk niet winnen. PSV nog ongeslagen was, maar wat ik al zei, dit team is tot heel veel in staat. En je hebt je visitekaartje achtergegeven aan de trainer. Ja, ik hoop dat ik dat al had gedaan de afgelopen tijd, maar trainer kwam al, we hebben wel eens gesproken natuurlijk, ook over de afgelopen periode. En eerder al zei hij tegen me dat hij het gevoel had dat ik in een belangrijk moment zou scoren, dus alsjeblieft trainen. Ja, alsjeblieft trainen. Belangrijk moment was het zeker natuurlijk, want daarmee was de wedstrijd klaar. Toen je eigenlijk die 3-1 maakte, toen, ik had niet echt het idee dat PSV er nog in geloofde. Nee, weet je, voor Silla, het is voor hem natuurlijk een geweldige beloning dat hij nu eigenlijk die goal maakt. Weet je, hij hikte er al tegenaan en dan nu maakt hij hem, supermooi. En dan alles passen in deze wedstrijd, dat dan ook Silla ze dan de penalty houdt en eigenlijk dat PSV ook niet meer in gevaar komt en... Want even na dat penalty moment, ik heb Silla ook gesproken, maar die hebben we nou niet in de uitzending hier. Maar je krijgt de penalty. Je zag het alweer VAR. Ik denk, ach, daar gaan we. Ja. En dan eigenlijk telde je hem al. Ik was op X al mijn berichtje aan het tikken. Ja. Dat ik dan kon versturen van, VAR moment ingegrepen. PSV komt terug op 3-2. Op 3-2 wordt inderdaad spannend. Dus ik druk nog niet op verzend, want je rekent eigenlijk hem al. Zeker als Luc de Jong hem natuurlijk gaat nemen, rekening aan. Ja. Maar was die redding nou zo goed? Het was gewoon heel slecht ingeschoten toch van Luc de Jong. Ja, maar is het jou opgevallen intussen in mijn ogen? Hij wachtte eens wat langer, Jasper Silla. Ja. Hij bleef eens wat langer op zijn lijn. Ja. En dat heeft denk ik ook wel meegespeeld. Al heeft hij waarschijnlijk de hoek gewoon gegokt en zat hij nu gewoon goed. Maar buiten dat, ik denk dat er harder is gejuicht
toen hij die penalty hield dan bij alle doelpunten. Dat klopt. Dat denk ik, dat weet ik bijna wel zeker. Ja, ja. En nou ja, hartstikke mooi. Dus dat maakt die hele avond compleet. En ja, dit is gewoon een geweldige avond geweest. Voor iedereen. Absoluut. Maar goed, er komt gelijk, want ze hadden niet heel erg lang de tijd om die mooie overwinning te genieten. Ja. Dat bleek ook wel, want veel spelers waren al vrij snel op zaterdag weg richting huis. Want er wordt morgen weer gespeeld. Fortuna Sittard is dan de tegenstander. Ik weet, vorig seizoen hebben we daar nog wel prima gewonnen. Of niet? Nee, het seizoen daarvoor. Toen hebben we daar ruimschoots gewonnen. Ja. Met 3-1 volgens mij. Ja, dat was klopt. Toen. Ook toen de wedstrijd voor de derby. Ja. Ja. Vorig jaar was het de wedstrijd waarbij wij de play-offs verspeelden. Volgens mij was dat die wedstrijd met Matson die kon scoren. Maar toen net niet. Nee, je haalt wel wat wedstrijden door elkaar. Toevallig wel dat NEC volgens mij nu al 3 keer op rij of 2 keer op rij op de laatste speelde tegen Fortuna speelde. We hebben toen die 1-0 verloren. Toen liepen inderdaad de play-offs mis. Dat was in het promotiejaar dat wij waren gepromoveerd. Dat jaar liepen we de play-offs mis door een 1-0 nederlaag. Fleming, die toen een bal ook van de lijn hield. Misschien zegt je dat nog wat. Mm-hmm. En afgelopen seizoen was inderdaad die kans van Matson die werd gemist. Waardoor NEC nog 1-1 speelde. En Vitesse boven NEC eindigde. Wat voor heel veel boze gezichten en meninkjes leidde in Nijmegen. Ja. Maar over het algemeen, wat je zegt, doet NEC het wel altijd aardig tegen Fortuna. Ja, en hun zitten in een goede fase volgens mij wel nu Fortuna. Hè? Ja, zeker. De laatste 5 wedstrijden hebben ze er 3 gewonnen. 1 gelijk, 2-2 tegen Ajax, net als wij tegen Ajax. Of ja, net als NEC tegen Ajax. Maar het zijn wel doelpuntrijke wedstrijden daar in Sittard. 5-2 tegen Excelsior, 4-0 tegen Sparta. Dus ze kunnen wel scoren daar. Goed, we gaan het maar even vragen aan Falco Kremers van L1. Falco, goedenavond. Goedenavond, hoi. Fijn dat je even bij ons op tweede paasdag in de uitzending wil komen. Want ja, we spelen morgen tegen Fortuna Sittard. Je hoorde net al even mijn collega Nick eventjes wat dingen vertellen. Maar het gaat eigenlijk de laatste wedstrijden wel lekker, hè, bij jullie? Ja, zeker. Ja, afgelopen zaterdag iets minder tegen Sparta. Dat was eigenlijk wel een flinke dreun op de neus na dat Interlands weekend. Want inderdaad, daarvoor waren 4 wedstrijden ongeslagen. Dat zeiden jullie terecht. En ja, daarmee ook Fortuna naar 34 punten. En daarmee verzekerd van nog een jaar in de Eredivisie. En dat zou je dan, ja, denk je van nou oké. Okay. Ze staan dan in het linkerrijtje, of stonden ze in ieder geval dat afgelopen weekend. Maar voor Fortuna is het toch wel bijzonder dat ze zo snel in het seizoen al veilig zijn. Want dat is natuurlijk altijd de eerste doelstelling met redelijk beperkte middelen. Dus op zich zijn ze best wel heel tevreden. Maar is natuurlijk ook wel de doorkijk naar die play-off plek, plek 9, nog steeds serieel. En daar gaan ze ook volle bak voor. Dus eigenlijk hebben ze wel een resultaat nodig tegen NEC. Om die droom levend te houden, zeg maar. Ja, even, want het is bij jullie best wel een beetje rumoerig geweest natuurlijk. Hè? Vooral vorig seizoen. Hè? Is de rust nu weer helemaal terug in Sittard? Ja, helemaal is die nooit terug, maar ja, in ieder geval een stuk rustiger natuurlijk wel. Hè. En dat hebben we ook met resultaten en het feit dat ze met Danny Buijs een heel ander type trainer hebben dan Julio Velasquez vorig jaar, die veel meer rust brengt, die zich in de media goed opstelt. En natuurlijk het gedoe met Boer Gielmas is allemaal verleden tijd. En Fortuna heeft nu een spits in Kai Sierhuis, die nog veel meer scoort dan Gielmas. En ja, de supporters omarmen hem wat dat betreft ook enorm. En als dat leuk voetbal, zeker in thuiswedstrijden, dat slaat aan het publiek. Dus wat dat betreft is het in het veld een stuk rustiger, maar eigenlijk ook daarbuiten wel. Financiën zijn op dit moment redelijk onder controle. Dus het optelplaatje bij Fortuna dit seizoen is eigenlijk inderdaad wat je zegt een stuk positiever dan vorig jaar. Dat klopt. Ja, je noemde hem al even bij jullie. Kai Sierhuis, dat is wel de man, hè, gewoon nu op dit moment. Ja, dat is de man waar eigenlijk alles om draait. Zeker in aanvallend opzicht natuurlijk. Heeft er 11 gemaakt. En ook nog een aantal assists gegeven. Dus ja, dat is absoluut de man waar het van moet komen in aanvallend opzicht bij Fortuna. In het begin van het seizoen was dat wat meer Halilovic. Was veel om te doen, de Kroaat. Maar hij is inmiddels naar de bank verwezen. Speelt niet altijd meer. Mag wel vaak invallen, maar hij is niet meer de man. En ja, inderdaad, wat je zegt, Sierhuis is de vierde man tegen Excelsior. Met 3 doelpunten tegen RKC gescoord heeft. Afgezien van afgelopen week had hij 4 Eredivisiewedstrijden op rij gescoord. En ja, dat valt natuurlijk wel op, zeker bij een club als Fortuna. Ja. Ja. Dan komt de NEC morgen die kant op. Hoe kijken jullie naar NEC? Ja, geweldig seizoen natuurlijk. Hartstikke knap wat daar gepresteerd wordt. Dus Fortuna heeft de kwartfinale van de beker gehaald. Dat was een mooi. Nou, jullie, zal ik maar zeggen, tegen aanhalingstekens de finale. Nou, mooier kan natuurlijk niet. Hartstikke veel respect daarvoor. En ik denk dat ze bij Fortuna stiekem natuurlijk wel uit zijn van een resultaat. Zeker als je thuis bekijkt. Want Fortuna is
thuis echt een stuk beter dan uit. Is in 10 van de 13 thuiswedstrijden ook ongeslagen gebleven. Maar het wordt natuurlijk een heel moeilijke avond voor Fortuna morgen. En ja, als NEC het spel doortrekt wat ze tegen PSV hebben laten zien, ja, dan moet ze in staat zijn om morgen van Fortuna te kunnen winnen. Dus ja, ik denk ook dat met Fortuna, bij Fortuna heel veel met respect naar de prestaties van NEC op het moment wordt gekeken. Absoluut. En voor de winterstop won NEC vrij eenvoudig met 4-1 van Fortuna. Ik heb wel een beter Fortuna de afgelopen periode gezien. Even op die wedstrijd tegen Sparta na dan. Ja. Wat is nou het grote verschil tussen dat Fortuna van eind december en Fortuna van nu? Ja, wat vooral belangrijk is dat ze een stuk fitter zijn geworden. Het klinkt heel raar, want dat zou je eind december ook verwachten. Maar Fortuna heeft heel veel spelers gehaald, zeker in de zomer, die lang niet gespeeld hadden bij een club. Denk aan Sierhuis, die met een blessure terugkwam uit Frankrijk, waar die eerst helemaal van moest herstellen. En zo waren er meer spelers die weinig gespeeld hadden, of zelfs een deel van het vorige seizoen helemaal niet. En je merkt, daar heeft Danny Buijs ook heel erg op gehamerd. Die spelers moeten fitter worden, moeten op elkaar ingespeeld raken. Ja, uiteindelijk zie je dan ook bepaalde patronen ontstaan. En ze hebben in de winterstop een aantal gerichte spelers binnengehaald die echt een versterking zijn. Ze hebben ook al wat verloren natuurlijk met Noslin en Pandoe, de keeper, heel belangrijk. Maar ze hebben Justin Lodwijk bijvoorbeeld gehaald, huurling van Dynamo Kiev, die zich perfect in het elftal heeft ingepast. Dus je ziet met een aantal gerichte versterkingen en vooral ook de fitheid van de spelers. Dat is een stuk beter dan de wedstrijd in Nijmegen, die ik ook wel een beetje vertekend vind toen Fortuna al heel snel met 10 man kwam te staan na die rode kaart. Dus ja, of je dan helemaal van een evenwichtige wedstrijd kunt spreken, ja, weet ik niet. Maar ja, in ieder geval, die worden, denk ik, iets meer aan elkaar gewaagd zou zijn dan in december. Dat denk ik wel. Is iedereen fit bij jullie? Nee, niet iedereen is fit. Justin Lodwijk die viel uit tegen Sparta. En dat is, die is er waarschijnlijk niet bij. Ik memoreerde net aan hem, dat is juist een van de belangrijke spelers sinds de winterstop. Dus dat doet wel een beetje zeer als hij niet mee kan doen. Maar ook andere twee belangrijke mannen, Sierhuis en Dijk, hadden licht te besturen uit die wedstrijd opgelopen tegen Sparta. Het lijkt erop dat ze wel kunnen spelen, want ze hebben meegetraind vandaag. Dus nou, die voortingen zijn in ieder geval goed. Maar ja, 100% ook zo fris zijn die mannen ook niet. Dus als die alle drie niet kunnen spelen, dan wordt het heel moeilijk. Als twee van die drie, zoals het nu uitziet, toch mee kunnen doen, Sierhuis en Dijks, dan scheelt dat een slok met borrel. Maar ze zijn dus niet allemaal 100% fit bij Fortuna. Nee. Falcon, mag ik je danken dat jij op deze tweede paasdag toch even jouw blik op Fortuna wilde geven? Natuurlijk. En we zien elkaar morgen. Ja, gaan we doen. Goed, fijne avond. Tot morgen. Dag, dankjewel. Dank je. Ja, Fortuna, dat zou wel heel mooi zijn als hij niet mee zou doen. Even serieus, Sierhuis er misschien niet bij, Lodwijk er niet bij. Ja. Nou. Nee, maar nou gaan we weer aan hetzelfde. Dan denken we weer dat het makkelijk wordt. En ik denk dat het best nog wel een... maar daar komen we straks er wel op als we een schot voor de boeg gaan geven. Want ik heb het stand hier al die dingen al even ingezweld. Ja, maar ik denk dat het nog best wel een lastige wedstrijd moet worden. Ik zie NEC daar ook niet zomaar winnen. Ik denk dus dat het een hele spannende wedstrijd wordt. Een hele interessante. Maar... Nou goed, ik moet wel eerlijk zeggen, ik ga er wel toch een beetje uit dat we daar niet verliezen, om het zomaar te zeggen. Dat heb ik meer. Je kunt ook altijd even leuk bij ons vragen insturen. Dat vinden we altijd leuk. Praat vooral mee met deze uitzending. Als je nu zit te luisteren en denkt, nou, ik heb nog wel wat vragen voor de heren. Laat het weten. Je kunt altijd even inbellen in de show. Tenminste, niet als je de podcast nu luistert, want dan gaat het niet. Dan ben je te laat. Ja. Maar 024-360-8068. En als je via mijn Instagram of via X mij volgt, dan kun je ook een berichtje inspreken. Dat kan dus ook leuk, want dan kun je dat al eerder doen. Als je erover nagedacht hebt van, hey, dit is een vraag. Dat heb ik ook, want ik heb er weer eentje binnen, dus we gaan even luisteren. Nu de overwinning op PSV een geweldige prestatie was natuurlijk met deze selectie, keren er een paar leuke spelers terug deze week, genaamd Cherry en Ogawa. Nou vind ik dat Zo een hele goede wedstrijd heeft gespeeld. Zouden jullie de opstelling veranderen naar bijvoorbeeld 4-4-2 met Ogawa en Zo? Groetjes Chardo. Chardo, nou dankjewel voor je reactie. Goede vraag, want eigenlijk deed Zo natuurlijk wel goed. Moet je dan gelijk van systeem gaan wisselen? Want het is wel één ding afspreken, dat we gewoon helemaal niet meer van systeem gaan wisselen. Dit loopt nu. Dat is het een beetje. Kijk, er zijn gewoon genoeg spelers nu in deze selectie die wat kunnen, waar je echt wat aan hebt. Ja. Dat hebben we de voorgaande jaren niet gehad. En dan zie je 5-3-2, 4-4-2, 4-3-3. Ik weet niet wat we allemaal hebben gespeeld de afgelopen jaren. Moest ook wel, want het liep soms zo niet. En dan weer even wel, dan weer even niet. Het loopt nu. Weet ik niet hoeveel wedstrijden lang. Nu gewoon uitstekend. Ja, goed. Laat lekker staan. Ja.
ga Ogawa gewoon weer als aanspelpunt gebruiken en gooi zo erin als het... Als je nog eventjes nodig hebt. Ja, nou, ik denk ook voor deze wedstrijd dat je Ogawa ook wel beter kan gebruiken, hoor. Maar hij zei wel, even kijken, Thierry zit er wel bij. Dirk zit er nog niet bij. Nee. Vandaag ook te horen kreeg, zit ook niet bij de wedstrijdselectie nog. Ik zou ook wel voorzichtig zijn met Dirk, hoor. Ze durven dat gewoon nog niet aan, nee. En ik hoop niet dat hij een terugval heeft gehad. Ik las vandaag van alles op X van klopt dit, dat hij een enorme terugval heeft gehad. Mensen, het is 1 april. Dus trap niet aan alle nieuwtjes wie vandaag naar buiten zijn gekomen. Nee, dat zou wel mee vallen. Maar ik kan me wel voorstellen. Nou ja, je hebt Thierry wel. Maar ook die zal niet een hele wedstrijd gaan spelen. En nee. Seun is ook niet bij. Ja, en Bart ook niet. Nee. Nou ja, goed. Al vond ik dat Pereira oké inviel. Oké inviel? Hij viel oké in. Oké. Ja. Vond jij hem heel goed dan? Ik vond hem wel echt goed. Ja, maar jij hebt nu op X heb je zo'n Pereira fanclub. Ga jij daar maar even lidmaatschap aanvragen? Nee, maar... Ja, Seun dan is wel jammer. Want ik vond hem... Prima spelen tegen PSV. Vond ik ook. Ja, vond ik ook. Nou, zei het want eens. Ik zag ook wel weer berichten langskomen van te tragende. Nee. Ik vond dat hij een goede pot wel speelde. Nee, ik vond ook wel jammer dat hij eruit ging. Het goed, ja. Ja, nou goed, ja, dan even, ik weet niet voor wie hij werd gewisseld. Lars Onder Larsen. Ja, nou oké. Die viel mij niet zo heel erg. Nee, maar goed, dat weten we inmiddels wel. Ja, dan moet even kijken wat Rogier daarmee gaat doen. Maar goed, ja, met Thierry terug. Hoedemakers die het gewoon echt zo goed doet. Ook tegen PSV echt druk zet. Zodat zijn longen bijna zijn keel uitkomen, volgens mij. Ja. En ik bedenk me nu trouwens gewoon... Ik zou Sano op 8 zetten. Thierry op 10. Hoedemakers ernaast. En dan gewoon links van Jurie Baas. Want die deed ook weer hartstikke goed. Ik zou even kijken hoe die wedstrijd loopt tegen Fortuna. Maar als die gelegenheid daar is, zou ik toch wel een paar keyspelers... Rust schudden, want ja, tegen Vitesse heb je ze keihard nodig. En we weten hoe moeilijk die wedstrijden tegen Vitesse zijn. Daar gaan we denk ik zo nog over hebben. Maar die hebben we de laatste jaren niet allemaal gewonnen. Dus het lijkt mij niet heel gek als Rogier mij ervoor gewoon voor kiest... om ook misschien wel bij de achterstand te zeggen... jongens, we gaan spelen sparen. Want de wedstrijden volgen zich weer in rap tempo op. En ja... Nou, over rap tempo en over die volgende wedstrijd... daar gaan we maar eens eventjes met... Jan Sommerdijk van Omroep Gelderland over hebben. Want ja, de derby komt eraan. Vitesse, er is heel veel sowieso alweer de afgelopen week gebeurd. Jan, goedenavond. Goedenavond, Maurice. Ja, want jij was afgelopen week ook eventjes in Arnhem bij Vitesse. Er gebeurt op dit moment heel veel. Het is een soap die maar niet ophoudt. Maar een happy ending zit er niet in, volgens mij. Want het is één en al ellende dit seizoen bij Vitesse. En dat vinden heel veel mensen in Nijmegen dat altijd heel erg grappig. Maar ja, een reële kans tot de derby verdwijnt sowieso op Eredivisie niveau. Maar ja, op Vitesse staat in brand en zou zelfs kunnen verdwijnen. Dus ja, wat dat betreft houdt het maar niet op, lijkt het. Nee, het is een wedstrijd waar altijd sowieso al heel veel druk op zit. Heel veel om te doen is zo'n derby. En nou, Nijmegen, de supporters dachten van... nou, we mogen weer eens een keer die kant op. En toen kwam deze week het nieuws dat ze niet welkom waren... Ja, en dat lijkt helemaal te ontvlammen ook. Weet jij wat daar precies allemaal achter zit, Jan? Nee. Het is wel zo dat er situaties ontstaan bij Vitesse... dat langzaam maar zeker ze de boel niet meer onder controle hebben op alle fronten. En dat is ook in het eigen stadion zo. Kijk, voor een normale competitiewedstrijd... want ze spelen bijvoorbeeld morgenavond tegen Sparta thuis. Niks aan de hand. Ja, Sparta, daar komen ook niet zoveel supporters mee. En daar hoeft niet zoveel te worden opgelet. Dat gaat vanzelf normaal gesproken wel goed. Maar NEC, ja, dat wekt toch agressie op. Dat moet je een beetje vergelijken met hoe NEC dat in het verleden vaak beleefde. Hè? Dan de club die het goed doet, NEC zelf dan wat minder. En dan zet je af tegen die ploeg. En dan is het ook meteen een reden voor supporters om onvrede op allerlei andere manieren te gaan uiten. En daar zijn ze bang voor. Dat nou, als NEC dat die wedstrijd daar in Gelredome ook nog eens gaat winnen... dat er dan heel veel onrust komt vanuit de eigen supporters... en dan toch ook richting het uitvak. Nou, het is redelijk goed geregeld in Gelredome. Je kunt er niet echt bij komen, maar ja, toch een extra inzet van politie, stewards en zo... dat is dan nodig. En dat kunnen ze op dit moment niet waarmaken. Ze vinden het gewoon niet veilig genoeg om uitsupporters naartoe te laten... omdat dat heel veel met zich meebrengt. Hey Jan, wat ik mij afvraag is dat... Er wordt dan gezegd, is het dan mogelijk om ook de veiligheid van de spelers en medewerkers van NEC te garanderen? Hoe erg geloof je daarin dat dat misschien ook nog niet gehandhaafd kan worden? Nee, daar geloof ik niet zo in. Het is vooral de groep waar het meeste agressie kan tegengericht is doorgaan, is dat uitvak. En dat is altijd bij Vitesse fans die in Nijmegen komen ook. En natuurlijk die spelers ook, die worden wel uitgefloten. Maar ja, dat kan ik me niet voorstellen, hoewel... Ja, het is niet leuk om daarover na te denken, maar Nick, je hebt wel een punt. Want het zou natuurlijk toch zo kunnen zijn dat de Vitesse-supporter denkt... ja,
die club gaat toch degraderen of die verdwijnt helemaal. Kan mij het wel schelen, ik ga het veld op. Ja, dat soort gekke heb je. En je hebt het tegen Feyenoord gezien? Ja, daarom. Ja, toen gingen ze wel, toen was de bedoeling niet dat ze op het veld wilden om spelers te belagen, maar ze gingen via het veld naar Feyenoord supporters toe. Ja. Dat ze deden. Maar ja, dat, voor dat soort dingen zijn ze dus daadwerkelijk bang. Ja, dat, en ook wel terecht. Dus de laatste tijd, na het incident tegen Feyenoord, is het redelijk goed gegaan. Toen Vitesse toch gewoon een paar hele slechte wedstrijden heeft gespeeld en zwakke resultaten heeft geboekt. Op dit moment is het zo dat supporters toch een beetje berust zijn. Van, nou, ze zien ook wel, dit elftal kan niet beter. Ze doen er echt wel wat aan. Een sturing probeert eruit te halen wat erin zit, maar ja, het zit er gewoon niet in. En dan een nederlaag tegen AZ en tegen RKC en zo, dat kunnen ze wel hebben. Maar een nederlaag tegen NEC, dat is toch even wat anders. Dat doet natuurlijk veel meer pijn. Zeker omdat NEC natuurlijk, ja, allerlei dingen doet waar ze bij Vitesse alleen maar van kunnen dromen. Bekerfinale halen, Ajax belagen, gewoon, nou, sowieso winnen. Dat is ook wel iets wat in Arnhem nauwelijks voorkomt. Dus ja, dat wekt toch echt extra irritatie op natuurlijk. Zie jij nog een reële kans dat het helemaal zonder publiek wordt gespeeld? Nee, dat denk ik niet. Dan moeten er wel hele rare aanwijzingen zijn dat er echt gekke dingen gaan gebeuren. Maar nou, kijk, er zijn natuurlijk ook heel veel Vitesse supporters die zich wel gewoon ondanks de slechte resultaten normaal gedragen. En die willen toch gewoon die wedstrijd graag zien en halen geen vreemde dingen uit. Dus nee, daar hou ik geen rekening mee, eerlijk gezegd. Hey, dan is afgelopen weekend gingen ook heel veel geruchten al rond, omdat er al bekend zou zijn dat er puntenaftrek komt voor Vitesse. En dat ze daar nog even mee wachten tot na de derby. Weet jij daar iets meer van? Nou, dat laatste, dat is echt inderdaad een enorm gerucht, dat ze dan wachten tot na de derby. Dat heeft volgens mij meer te maken met de licentiecommissie, die maar eens in de zoveel tijd bij elkaar komt. En daarom heeft die hele overname van Vitesse, die mislukte overname, ook zo lang geduurd. Volgens mij komen we eens in de 6 weken bij elkaar. En dat staat toevallig volgens mij dan net weer daarna op het programma. Dus dat is een beetje toeval. Maar dat Vitesse ook eens puntenaftrek erbij kan krijgen, dat is een reële dreiging. Want ze voldoen niet aan de licentievoorwaarden. Ik heb natuurlijk 2 jaar lang gehoopt dat die Cody Perry het kon overnemen. Nou, nu is dat niet zo. Maar dan moet je wel een ander plan komen. Dus ze hebben gewoon geen goed financieel plan. Allerlei dingen niet ingeleverd die je in moet leveren. Jaarverslagen met cijfers onderbouwd en zo. Ja, dat hebben ze niet voor elkaar gekregen. Ja, er zijn ploegen voor minder gestraft. Dus dat Vitesse er ook nog eens 3 punten af krijgt, dat zou zomaar kunnen. En stel nou eens dat ze die derby zouden winnen, ja, dan die 3 punten moeten inleveren, zou dat natuurlijk heel wrang zijn. Maar even voor de duidelijkheid, ik zie die derby echt niet winnen. Dat NEC is natuurlijk zwaar favoriet daar. Hele spannende tijden. Gelooft iemand in Arnhem nog dat het goed gaat komen dat ze nog een jaar Eredivisie gaan spelen? Nou, misschien iemand die heel veel gedronken heeft. Oké. Maar jij ziet het niet meer gebeuren, Jan. Nee, kijk, het is heel simpel. Ze hebben nu weer verloren van AZ. Nou, dat kan gebeuren. Er zijn eigenlijk nog 3-4 wedstrijden waar ze punten zouden kunnen halen. Dat begint dan morgen tegen Sparta. Daar hoort zelfs NEC bij. Dat zal niet meevallen natuurlijk. Fortuna krijgen ze nog thuis. Dan hebben ze nog in de slotfase hebben ze ploeg als Heerenveen en Utrecht uit. Normaal verliezen ze daar. Maar in de slotfase kan het zijn dat die ploeg al play-offs binnen hebben en een beetje met de handrem erop spelen. Dus ja, daar moeten ze punten halen. Ze zullen er 3 of 4 moeten winnen. Want ja, ik denk dat RKC en Excelsior ook nog wel 1 of 2 winnen. En ze moeten al 2 keer meer winnen dan Excelsior om te beginnen. Ja, ja, Volendam pakt ook weer een punt, hè? Sorry? Ik zeg, Volendam pakt ook weer een punt. Ja, die doen ook nog een beetje mee. Maar kijk, ze zouden nog laatste kunnen worden zelfs. Maar Vitesse alleen, ja, ze kijken nog steeds omhoog. En zolang het nog kan, een mooie uitspraak is wel, zolang je geen 4 punten in 1 wedstrijd hoeft te halen, kun je het nog halen. Maar ja, als je kijkt dat ze de laatste 12 wedstrijden 1 keer hebben gewonnen, en dan zouden ze nu in 7 wedstrijden er 3 of 4 moeten winnen. Nou, dat acht ik niet mogelijk. Het zijn sombere tijden in Arnhem. Wij komen er volgende week, zondag, want het is nu maandag al. Hè? Ja, het voelt als zondag. Maar we komen er zondag in ieder geval naartoe, want dan is de derby daar. Jan, dankjewel dat met jou kijk eventjes op die wedstrijd alvast. Er zit nog een wedstrijd tussen, dus het is heel raar om daar het al over te hebben. Maar ja, dat is niet anders even nu. En we spreken elkaar. Dankjewel. Zeker. Fijne avond, Jan. Ja, jullie ook. Eerst nog even naar morgen. Fortuna. Daar hebben we wel allebei wel een beetje vertrouwen in, dat we daar niet gaan verliezen. Nee. Nee, ik vind Fortuna een goede ploeg, maar NEC is zo'n goede doen. En ik zeg toevallig vanochtend nog, het is wel des NEC om wel nu van Fortuna te verliezen. Maar ik moet zeggen, ik vind NEC, wat je ook zegt, wel heel volwassen geworden. En ik vind Fortuna ook niet briljant. Nou denk ik wel, als zo'n Sirius gewoon weer erbij is, dat het wel lastig wordt. Daar had ik wel in mijn schot voor de boeg rekening mee gehouden. Dat Sirius wel gewoon fit zou zijn en zou gaan spelen. Ja, dus, ja, ik zit een beetje tegen een gelijkspel of een nipte overwinning aan te hikken. Dus ja, wil je dat ik nu een schot voor de boeg doe?
Nou, doe even een schot voor de boeg, ja, als eerst. Oh nee, ja, anders. Ja, ik heb hem al opgeschreven, maar dus ik ben benieuwd wat jij... 1-2. Ik had 2-2. Oké. Okay. Maar ja, dat is wel met Sierhuis. Nee, ik blijf ook bij 2-2. Dus nog niet 2-2. Okay. En dan Vitesse, want we moeten, ja, we zitten natuurlijk met ons programma weer precies na de derby. Dus laten we hopen dat dat volgende week een feestprogramma gaat worden. Dat zou leuk zijn. Maar wat denk jij? Ja, weet je, het is onmogelijk om te voorspellen. Heb jij deze ook al van tevoren? Heb je ja, ik heb hem al opgeschreven. Ja, zeg jij even eerst. Want ik heb 1-3. Nee, man. Nou, dan ben ik een maandag niet, denk ik. Ja, ik denk 1-3. Dan sta ik nog ergens bij Café Pieterhuizen of zo. Een feest te vieren in eentje. Maar 0-1 of ook weer 1-2, denk ik. Ik denk 0-1. Ja, 0-1. Oké. Okay. En dat hij wordt uitgespeeld. Nou, daar hebben we het eigenlijk nog helemaal niet over gehad. Nee, hoe groot acht jij de kans überhaupt dat die wedstrijd wordt uitgespeeld? Ja, ik hoop dus. Kijk, NEC heeft het toen ook keurig gedaan. En toen het 1-4 werd, op een gegeven moment 0-3. Dat weet ik, maar... Niemand heeft iets gedaan. Ik hoop dat Vitesse... En dat zal wel weer niet. Nee, maar die zitten toch in een hele andere fase nu. Ja. Ik bedoel, ze verliezen dan van een aartsrivaal. Het gaat niet goed. Ze gaan degraderen. Ze weten dat er allemaal ellende komt. Doen ze een Ajaxje. Het is toch hetzelfde als wat Jan zegt. Van, ik ben meer bang dat ze dan denken... Schijt, we hebben toch al alles. Hop, we gooien alleen maar bier op dat veld. Er zitten geen netten, dus... Ja, dan hoop ik dat gewoon de KNVB een goede beslissing maakt. Eigenlijk moet je die wedstrijd gewoon uitspelen. Want wat... Die gaan ze dan wel uitspelen, maar op een later moment. Ik weet dat. Echt, ik ben er best wel bang voor dat ze die wedstrijd zullen verstieren. Dat is bij Ajax Feyenoord toen, hè. Dat ze gewoon expres alles op het veld gooien... totdat de scheidsrechter zegt, wij gaan nu kappen. Ja, en dan is het klaar. En dan hebben wij niet dat feestje op dat moment. Want dat ja, is er zitten toch geen supporters bij. Dus ja, dat feestje op dat moment. Ja. Je weet waarschijnlijk wel dat je gaat winnen. Waar ga je kijken? Dat weet ik nog niet. Ik moet waarschijnlijk gewoon voetballen nog die ochtend. En aangezien ik niet meer ga naar de wedstrijd, heeft de trainer gewoon gezegd, jij bent er, vriend. Oh. Maar goed, ik heb misschien gehoord dat er een alternatief komt voor mensen met een kaartje. Dus dat zien we allemaal wel. Maar kom goed. Ja, vertel meer daarover, want dat heb ik nog niet gehoord. Alternatief voor mensen met een kaartje? Ja, ik heb ergens in de wandelgangen misschien gehoord dat er bij het stadion gekeken wordt. Maar ben me er niet aan vast, want... Maar dat zal wel een mooi initiatief zijn natuurlijk. Ja, ik weet niet of het zo is, maar je hoort nog wel eens wat van wat supporters die ook wel eens betrokken zijn. Dus ik hoop het. Maar goed, dat zal wel snel duidelijk worden. Ik denk dat ze dat naar Fortuna wel bekend gaan maken. Goed, dit was hem. En dan weer de NEC-update live op 1 april. Volgende week zijn we natuurlijk er weer. Dan om 9 uur gaan we napraten over voornamelijk, denk ik, de derby. Want dan zal Fortuna alweer ver weg zijn gezakt in onze herinneringen. En dan hebben we het... denk ik alleen maar over testen tegen NEC. En blikken we vooruit, want in die week spelen we nog een keer natuurlijk. Dan gaan wij spelen thuis tegen PEC Zwolle. Ja, wow, dat spannend. Zijn lekkere wedstrijden om zo richting die bekerfinale. Dus dan gaan we daarop vooruit blikken. Wie dan te gast zijn, dat is afwachten. Dat weten we pas volgende week. Ik zou zeggen, een hele fijne avond nog. Deze uitzending, die knippen we weer als podcast. Dus je kunt hem morgen weer terugvinden in je favoriete podcast-app. En ook op YouTube. Misschien ook wel weer als videocast. Kun je ook even kijken. Natuurlijk alles meekijken hoe dat hier is gegaan. En ik zou zeggen, tot de volgende.